Hallo kijkers van Shine Sprite, met mijn nieuwe aflevering van Harry Potter WK's werkbal. In deze aflevering hebben wij een tussenronde waar we niet meedoen. Dat is mooi, dan gaan we meteen naar de volgende ronde, dat schiet op. Wat we aan het doen zijn is, we zijn het derde niveau aan het halen met Australia. Op het moment dat wij klaar zijn met Australia, hoop ik genoeg kaarten te hebben voor Bulgarije. Zodat we het laatste niveau met Bulgarije kunnen doen. Ik weet niet in hoeverre dat reëel is. Oh, we staan gewoon 1-0 achter. Dat is nog niet eerder gebeurd volgens mij. Ik moet er weer even inkomen, merk ik. Ik heb ook de laatste aflevering, denk ik, een week of 2 à 3 geleden opgenomen. Dus het is voor mij weer heel eventjes wennen. Maar de combo 6 zou zeer goed werken voor het begin van deze wedstrijd. We hebben hier zo'n beuker. Waar we die Spanjaard dus even mee van zijn bezem af gaan gooien. Hoppatee. Linkering, zoals een ander zou zeggen. Hoppatee, hoppata. Oh, dat was lullig, Henk. Als er gewoon iemand vrij gaat vliegen, dan... Nou, zo kan ik hem toch niet kwijt. Nou, we maken wel lekkere combo goals, daar is niks over te zeggen. Ik heb dus van Rusty gehoord dat je sommige team special moves dus unlockt door tovenaarskaarten. En dat je daar specifieke challenges voor moet doen. Dus misschien is het interessant om zo even te gaan kijken wat je moet doen om de team special move van Australië te krijgen. Oh. Dat had een hele goede kunnen worden. Ik word gepestinkt. Wow. Je merkt in ieder geval dat het derde niveau dus wel ietsje lastiger is, zeg maar. Dat maakt het juist alleen maar leuk. Nog steeds staan we echt dik voor als je naar de snij kijkt. Qua punten niet, maar de snij vangen, dat is natuurlijk 150 punten waard. En op het moment dat hun er zo voor staan, gaan hun echt, niet de snij voor mijn neus wegstelen. Dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Nou, ik kan niet eens passen. Dat is echt niet eerlijk, King. Oeh. Een special move van Spanje. Spanje is goed bezig. Eerlijk is eerlijk. Not gonna lie. Waarom gaat er dan niemand vrij vliegen? Oh, er vloog net een vuile jager voor. Bella Bertaya. Nou, doe gewoon niet zo lullig in. Oké, okay, nice.
thuis. Dit is voor mijn gevoel een lange wedstrijd. Ah, dat valt mee. We zijn pas 5 minuten bezig. Oké, we gaan de snij proberen te vangen. Nice, we hebben hem. Lekker ring. Nou, zeker party in Australia tonight. Lekker Australia. Waarom horen we een beukermuziekje? Dat kan niet de bedoeling zijn. Ah, Team Special Move hebben we al. Oh nee, nog niet. Nog niet helemaal compleet. Voor 3 goals. Wacht, hoe werkt dit? Scoort 3 goals door elke van de 3 hoeks. Oké. Dat geluid was heel raar. Dat is raar, oké. Dus 3 goals door elke 3 hoepen. Moet er dan in 1 game? Dat lijkt me niet toch? Dat hoeft toch niet in 1 game? Uit bij de USA. Ik denk dat ik nog een paar keer door de middelste moet scoren hoor. Want dat gebeurt niet zo vaak. Kijk, we hebben gewoon nog een keer door de middelste gescoord. Oeps. Wat is dat voor een bal, maat? Gooi gewoon naar je medespeler, jongen Kees. Maten en Matinnen. Dank je. Nee.
gaat niet zo goed dit potje. Nu ben ik te veel gefocust op dat ik in de middelste doelring wil scoren. Hebben jullie twee keer door het midden gescoord? Eén keer links en één keer rechts. In ieder geval drie keer door het midden. Het zou best kunnen dat het in één wedstrijd moet, maar daarom ben ik nu ook weinig combo goals aan het maken. Alleen, dan wordt het gevecht om de snij straks wel een stuk lastiger. Weer door het midden, maat. Ik wil niet door het midden. Oh, hun hebben wel team special move, godsamme. Oké, okay. Niet zo'n goede wedstrijd dit, maar als we daardoor de team special move unlocken. Nee, niet in het midden. Nog twee keer rechts. Ja, dat is kut als je van rechts komt. Pak die bal nou af, maat. Dank je. Oké,
Wat een kutwedstrijd is dit. Dat vliegt toch niemand? Oké, dat is de tweede rechts. Nog één rechts, even kijken of dat... Nee. Kut drivers. Je moet rechts scoren. Tricky. Nice. Credits card. Ja. Nice. Oké. En nu kan ik ook Team Special Move winnen. Nice. Thanks Rusty voor de tapping. Als je dit hoort, thanks voor de tapping. Er wordt wel de eerste echte chase voor de snij, denk ik. Dat ik ook echt tegenstand krijg. Niet mijn beste wedstrijd, maar wel goed voor de Team Special Move voor de rest van het seizoen. Nice, okay, let's go. I would advise both seekers not to lose sight of their prize. Come up. We gaan de snipe hangen. Come up. Ja, lekker ring. Lekker ring. De snij is gevangen. Australia are victorious. Victorious, victorious. One credit card warning. Lekker ring. Save and continue.
Checking for save games? Oh nee. Yes, please. Nice. En we staan nog steeds bovenaan, onverslagen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.